eigenlijk zong je zelf ook vroeger, hè? Begrepen. Ja, dat was mijn ideaal. Ik wilde eigenlijk de personage zijn wat ik bereikt heb met mijn artiest eigenlijk. Ja, ik wilde zelf de ster zijn en zelf, ja, de artiest zijn, dat klopt. Maar ik zing nog steeds hoor. Ja, dat leuk. Ja, weet ik. En dan zing je de liedjes voor, zeker? Nee. Ik treed ook nog regelmatig. Oh, ja. Ja, je hebt groot gelijk. Nou, ik doe dat om A, omdat ik het leuk vind. En B, om voeding te houden met dat wat er gebeurt in het land. Dan kan ik het publiek nog een beetje lezen af en toe. Ja. En voel jij netjes de Buma-lijst in? Ja, natuurlijk. Ja, ik wel. Dat vind ik ook een hele belangrijke zaak. Ja. Ik werd vandaag geopperd door Albert West. Maar inderdaad, daar gaat veel geld in om, heb ik begrepen. Ja, en ik zou je vertellen, er gaat heel veel geld in om. En dat geld, dat komt ook bij de Buma Stemra. Ja, bijvoorbeeld als artiesten optreden in het land. Daar moet de zaaleigenaar, café, tenthouders, die moeten er allemaal Buma Stemra voor betalen. Komt in de pot, moet verdeeld worden. Alleen men weet niet aan wie men moet uitkeren. Gewoon weg, omdat de speellijsten en de data's niet opgegeven worden. Of door de theaterbureaus, of door de artiesten. Terwijl het hun geen extra dubbeltje meer kost, want het wordt betaald door de zaaleigenaar of de organisator. Als ze het betalen. Ja, maar dat kun je met z'n allen wel bereiken. Alleen dat heeft nog even tijd nodig. Het enige wat mij bevreemd eigenlijk is dat in 2010 dat het nog steeds een onderdeel van discussie is. Terwijl dit al tientallen jaren speelt. En ik denk dat we gewoon iets daadkrachtiger en aan blok met elkaar daar wat tegen moeten doen. Denk je dat het af te dwingen is op de duur? Ja, maar dan moet je impopulaire maatregelen nemen. Zoals? Nou, je moet het eerst proberen op een normale manier, on speaking terms. Je moet de theaterbureaus duidelijk maken dat hun de artiesten kunnen boeken omdat ze populair zijn, omdat ze hits hebben. Die hits die vertolken ze. De zaaleigenaar die kan veel kaartjes verkopen, dus iedereen verdient. En dan wordt het Buma Stemra betaald. Je moet ze duidelijk maken dat het hun niks meer kost, de artiest niks kost, maar dat er geld betaald wordt, die komt in de pot. Het enige wat ze moeten doen is de datum doorgeven, welke artiest het is en welke liedjes die gezongen heeft. Daarvoor hoeven ze iemand administratief aan het werk te zetten. Geef dat door aan het productieteam, platenmaatschappij wat mij betreft. En dan wordt dat allemaal bijgehouden. Nou, dan hoorde ik van Tommy Peters dat de grens ligt op 3000 euro voor de artiesten die garages hebben van 3000 euro en meer. Ja. Dan gaan ze verlagen, heb ik gehoord, naar 1000 euro. Zou kunnen. Alleen voor mij blijft dat prorata denk ik een klein beetje hetzelfde. Omdat ik heb het geluk, en de lieve heer beschermen me, maar ik heb het geluk dat ik met toppers mag werken. Of je nou Frans Bauer neemt, Marianne Weber, die in het verleden zoveel hits en nog steeds zingen. Ik heb toevallig de afgelopen weken een van die twee nog zien optreden. Noem er eens een paar op. Waarvoor voor geschreven heb, bijvoorbeeld. Nou, Frans Bauer, elk liedje wat je kent van Frans Bauer is, durf ik te zeggen, zowel de muziek als tekst van mijn hand. Marianne Weber, Weber idem dito. René Vroker, het totale laatste Nederlandstalige album. De grote successen van Jannes, idem dito. En dat zijn allemaal artiesten die boven die grens van 3000 euro zitten. En dat zijn ook artiesten die optreden tussen 150 en 200 keer per jaar. En dus wat dat betreft, ja, beginnen de verhoudingen een beetje scheef te lopen. En ik denk ook dat er nooit een goede briefing geweest is naar de artiesten en de theaterbureaus. Nee, dat vind ik ook. En dus we moeten ook een beetje de hand in eigen boezem steken. Vind je dat de Buma Stemra daar iets aan kan doen in de toekomst? Dat ze dus meer voorlichting geven aan de beginnende artiesten? Nou, ze kunnen er wat aan doen. Het lullige is dat je kan als componist-auteur, omdat je door middel van een contract met de Buma Stemra, die jouw belangen vertegenwoordigt, kan je hun daarvoor aansprakelijk stellen dat hun dat ook daadwerkelijk uitoefenen. Ik luister dus straks iets in mijn oor. Dat je zei, misschien is het mogelijk in de toekomst om de artiest te verbieden om liedjes van jou te zingen als ze het niet opgeven. Ja, dat is de allerlaatste redmiddel. Maar dat is puur om de boel eens een keer wakker te schudden. Dat men juist allemaal blij met elkaar moet zijn. En dat gewoon alle geldstromen die er zijn, dat die daar terechtkomen waar ze terecht moeten komen. En dat is alleen maar een bepaalde handeling. En als iedereen daarvan van overtuigd is dat het dat is, laat men blij zijn dat er mensen zijn die de hits voor die artiesten schrijven. Want als die hits niet meer geschreven worden voor die artiesten, hebben de boekingskantoren, die kunnen de deur ook sluiten. Dus je moet met elkaar moet je een sterk pak maken en dan komt het goed. Ik heb nog een laatste vraag. Wat vind jij van het feit dat in de cafés en de horeca die zogenaamde music managers staan, waar onze plaatjes allemaal in gedraaid worden en daar ontvangen de kleine independents eigenlijk helemaal niks meer van. Jij misschien nog via de majors
Nou, ik moet je zeggen, kijk, in de horecagelegenheden is het eigenlijk wel goed geregeld. En waarom zeg ik dat? Die moeten gewoon per vierkante meter afrekenen. En dat is voor het gebruik van muziek, dat ze dat mogen laten horen. Dat is onmogelijk om aan te tonen welke liedjes ze draaien. He, dus in principe rekenen per vierkante meter in af. Dat komt in een pot. In de pot. En die pot wordt verdeeld. En naar gelang je meer hits scoort, krijg je een steeds hoger percentage uit die pot. Ook de lokale artiesten die dan geen nationale hits scoren, maar lokale hits. Ja, maar dat is... Krijg je die daar dan nog? Nou, de artiesten krijgen niks. Nee, die krijgen het vanuit de Sena en noem maar op. Maar de componist-auteur, ja, als dat zo is, dat het alleen de lokale hits zijn, of de regionale hits, dan is het percentage zal vrij laag blijven nog. Ja, want elk café heeft zo zijn lokale helden. Ja, klopt, klopt. En vroeger kochten ze nog platen. Dat doen ze niet meer. Ik hoorde Schijnbergje straks zeggen, ja, dat plaat niet gekocht. Nou, maar dat is niet helemaal waar. En ik zou je vertellen, als... ik weet wel wat hij bedoelt. Hij bedoelt te zeggen van... Kijk, de verhoudingen lopen scheef. En dat is niet goed geregeld. Maar er zijn nog steeds artiesten die 25, 30, 40, 50, 60, 70.000 verkopen. Ik ben wel mee eens dat vroeger waren er nog wel eens uitschieters die 150, 160, 200.000, 400.000 verkochten. En dat tijdperk is een beetje voorbij. Maar dat betekent dat we nogmaals... Moet elke partij die daar belangen in heeft, gaat nu achteraf schreeuwen. En we hadden iets eerder bij elkaar moeten komen om dit te regelen. En daarvoor juich ik het initiatief van Buma Stemra om voor die belangen op te komen. Juich ik ook heel erg toe om de hele boel eens een beetje wakker te schudden. En te laten zien dat je als je met iedereen gaat samenwerken, dat je juist met elkaar tot het beoogde resultaat kan komen. Ja, de downloads die zijn maar 6% van het totaal. Heb ik ja, dat is nog een... Afgezien van het keizercircuit. Dat is een ondergeschoven kindje qua verdeling van inkomsten en uitbetaling daarvan. Maar het heeft wel de hoogste prioriteit omdat men iedereen weet dat de download zo'n hoge frequentie heeft bij het afnemend publiek. Nou, in ieder geval, Emiel, ik zou zeggen... Je gaat er volop door. Ik ga nog zeker door, ja. Kan je nog iets verklappen waar je mee bezig bent? Ik zal je heerlijk vertellen. Wij hebben gisteren het nieuwe product van Jan Keijzer en Annie Schilder in handen mogen krijgen. Vanuit Mies Bouwman. Daarnaast kwam meneer Wijdbeens en de André van Duin langs met de gouden plaat. Daar zijn we heel erg trots op. We zijn vervolgens bezig met de voorbereiding voor een nieuw album van Jans voor het komend jaar. Peter Beens een nieuw album. Corrie en Koos. Gaan we samen, mag ik ook wel vast vertellen. Dus wat dat betreft moeten we dit jaar nog vier. En een fantastisch nieuw talent, maar daar kan ik nog niet veel over zeggen. Maar daar gaan we heel hoog inzetten. We houden het in de gaten. Emiel, succes. Dankjewel. Dankjewel.